Toen we hier kwamen, dat was in 2005 voor de eerste keer. Toen woonden de mensen hier nog van wie wij de boerderij gekocht hebben. Want dat was de eerste keer dat we hier gingen rondkijken. En daarna, in april 2006, zijn wij eigenaar geworden. Hebben we het gekocht. Jan Willem en ik wilden heel graag dit mooie plekje nog veel mooier en vruchtbaarder en ook meer biodiversiteit geven. Want het was heel mager. Weinig bloemen, weinig verschillende wilde planten, weinig insecten, weinig vogels. En ja, we hebben langzamerhand gewerkt aan een steeds grotere biodiversiteit en aan de vruchtbaarheid van de grond. Dat vonden we ook heel belangrijk. En ja, meer schoonheid en diversiteit. En dat heeft veel tijd gekost. We zijn nu 15 jaar verder. En we hebben er ook heel veel voor gedaan. We hebben hard gewerkt. En we hebben het altijd gedaan samen met het land. En wat wij steeds meer graag wilden, iets te laten zien van hoe het ook kan. Dat je kunt dus gewoon een weidje hebben en een es met mais. Dat is wat iedereen doet. Maar je kunt datzelfde stukje grond, 2 hectare is niet veel, kun je ook zo veranderen dat het een paradijsje wordt. Zodat mensen weten, en dat wilden we graag mensen ook voor inspireren, mensen kunnen de natuur herstellen en de bodem herstellen en de biodiversiteit terugbrengen. Dus het als een teken van hoop eigenlijk. En hier met dat land zagen we ineens veel meer mogelijkheden. Want dat hebben we geleerd van de permacultuur. Mensen kunnen, als ze zorgen voor de aarde en de zorgen voor de mensen en het overschot delen met elkaar, dan kun je, als je het goed ontwerpt, zo'n systeem, dan heb je genoeg voor heel veel mensen. Toen we hier kwamen, kon niemand iets eten van het land. Er was niks eetbaars. En nu eten we het hele jaar van dat stukje land. We eten onze groenten, fruit, noten, zaden. Heel veel kunnen we uit eigen tuin halen. Eieren van de kipjes. En dat is wat de permacultuur heeft bestudeerd door te leren van de natuur. Dus eigenlijk, we doen niks anders dan de natuur imiteren. De natuur werkt samen. Mensen doen dat niet altijd zo goed. Maar de natuur wel. En dan kunnen we echt leren van de natuur. Ja. Dus elk element en elke functie wordt door verschillende elementen bediend en omgekeerd. Je hebt dus heel veel verschillende functies die met één element soms al gedaan kunnen worden. Zo, een boom heeft heel veel verschillende functies. Zorgt uiteindelijk ook voor de regen. En zorgt voor schaduw en zorgt voor producten. En zorgt voor voedsel. Alles, dat is maar één boom. Dus hoe meer bomen we planten, hoe meer functies we krijgen. Biodiversiteit voor mij is belangrijk omdat ik vind dat elke vorm van leven, en een mens is natuurlijk maar één vorm van leven, wij zijn allemaal als mens zoogdieren, maar er zijn heel veel zoogdieren, misschien wel 6000 soorten, maar ik vind dat elke manier van leven verdient zijn eigen plek. En of dat nou een insect is, of een libelle, een klein zoogdier, ik vind dat we als mens ook ruimte moeten geven aan andere vormen van leven. En als je zoals op aardewerken steggen zo met je bodem omgaat, want daar gaat het eigenlijk om, dan is er ook ruimte voor andere leven. Dan kunnen wij uit de moestuin eten, maar dan kunnen ook insecten en vogels kunnen uit de moestuin eten. Dat kan prima samengaan. In de afgelopen half jaar heb ik op en om aardewerk te zeggen meer dan 100 verschillende soorten vogels gezien. Want hoe langer je beheert met de natuur mee, hoe meer herstel er plaatsvindt. De voedselpyramide is heel erg belangrijk en we hebben vaak alleen maar oog voor de hele mooie grote roofdieren, de predatoren die aan de top van de voedselpyramide staan.
Maar die kunnen alleen maar leven als alle lagen daaronder. En dat begint natuurlijk bij de laagste laag. En dat zijn vaak de kleine insecten. En die zijn weer afhankelijk van bepaalde bloemen of planten om te kunnen leven. Dat het daar goed zit. En bij aardewerksterren is het dus zo dat omdat bij de basis is, zijn Gea en Jan-Willem destijds begonnen. Dat basis is de bodem. Nou, als je daar begint en je krijgt daar de juiste planten op. Die trekken de juiste insecten aan. En kleine insecten worden gegeten door grotere insecten. En insecten worden gegeten door vogels. En zo bouw je uiteindelijk de voedselpiramide op. En dan krijg je dan uiteindelijk bijvoorbeeld ook. Ja, dat je hier ook prooien dieren hebt. Voor bijvoorbeeld uilen die hier rondvliegen. Of voor de steenmarter die hier komt. Of de bunzing die hier rondloopt. Dus het is heel belangrijk. Eigenlijk begint alles bij de bodem. Dus het kleine, wat wij misschien niet zo vaak zien. Of wij wel eens van zeggen, nou, die muggen die heb ik liever niet. Nee, maar als we geen mug hebben, moeten we ons realiseren dat heel veel ander leven ook niet kan leven. Nou, een van de mooie vlinders die hier rondvliegt is het oranjetipje. En het oranjetipje heeft een aantal waardplanten waar het de vlinder zijn eitjes op afzet. En die waardplanten komen ook hiervoor. Dat zijn bijvoorbeeld de judaspenning en de pinksterbloem. Maar wat heel bijzonder is, dat het oranjetipje op één plant maar één eitje afzet. Dat doet ze heel bewust, want als dan de rups uiteindelijk ontstaat, dat die rups voldoende eten heeft. Daarom zet ze maar één eitje op één plant achter. Sterker nog, ze geeft daarbij een geurtje af, dat als het volgende vrouwtje oranjetipje komt, dat die ruikt van oké, hier is al iemand anders een eitje neergelegd. Ik ga naar een plant toe waar nog geen eitje op zit. En dat betekent dus dat zo'n oranjetipje, dat leeft relatief kort. Dat die eigenlijk heel druk is om overal dat ene eitje af te zetten. Want ze kunnen wel 100 eitjes zijn. En constant op zoek naar een andere plant om een eitje op af te zetten. The orchid takes 5 years to grow from a seed to a plant. We have 20,000 species of orchids in the whole world. And we have 32 types in Holland and 130 in Europe and in the Amazon 6,000. Only in the Amazon 6,000 difference. It's amazing if you have a glass that's 10 times bigger and you look in the flower, you see mystery things. That's amazing. That's nature is a kind of art maybe.
nature. All the shapes that are there, they are so, when you look in detail, they are so artistic, so beautifully made, and all based on those frequencies and spirals and everything. So it's, for me, nature is how the universe expresses itself in an artistic way. And since we are part of nature, we do the same. So everything, our sheer existence is art in that sense. And it's how we express ourselves. Nature wants to express itself. We want to express ourselves. It's part of our being. It's an essential part of our being. Always in interconnection with the energy that is around us. It's actually impossible to really cut us from it. We can resist it, but eventually it will break through anyway. Because I strongly believe that we come to places because we are intuitively drawn to those places, because our soul, if you can call it like that, if you want to call it like that, actually knows where those places are that have the specific energy that will bring us into a state of transformation. And Aardewerk is actually a very healing place. It's a very transformative place. So if you come here, it will affect you anyway. Like a ritual, but all together we share how it is to be grateful for nature, for your body, that everything is working, grateful that every day is a new day, and everything is, it's not growing because it's growing, they're all creatures, they help all the flowers and everything. So that's in the nature spirit, and I believe that very, very much. So I had a reflection that more and more that it's also beautiful, so beautiful, every color and all the insects and all nature, and that I feel more that I'm not separate from it. I work on to be aware. So when you be more aware, then you're connected with the earth and with everything. So when I'm more in my head and I work like, I have to do like that, then I'm not so aware anymore. By reconnecting people with the art that is inside of them, and therefore with the nature that is inside of them, I cannot imagine that after that people will still treat their surroundings in a disrespectful way, and so it brings them closer to all the nature that is outside of them, which you could say is actually a mirror from what is inside of us. There is no difference for me. Reconnecting with the earth starts by reconnecting with your own body. When I'm here on the premise, I can't stand wearing shoes. Absolutely not. Because the earth here is so like welcoming and so like inviting, and for me it feels like almost obliging to walk barefoot on all the different surfaces that we have and feel the different temperatures, the different energies, and it feeds your body. And when we are really connected in our body, rooted in our body, we are rooted to the earth, and again then we are in contact with everything, all there is to know around us, and we can start listening to it with our physical ears and with our spiritual ears, listen to the information that comes from around us through the contact with the earth and through the
contact with the plants, with the spheres around us, and there's an unimaginable amount of wisdom around us and in us if we connect to it. That they give so much tomatoes for us. There's one little tiny seed, and they're coming so much abundance from. Yeah. It's beautiful. I like it. They're so generous, huh? The plants are so generous. So you make a hole? For food. Yes, and then you put the manure in. So that's cool. And then you put the tomato in. When you're connected with nature, then you can feel your soul. You can better feel your soul. When your heart gets open from, where you get very happy from, that's the way you have to go. You have different layers, of course, to be happy. But when you feel really this is the direction I have to go. You can be more, yeah. When you're more grounded, when you see the gratitude, you feel connected with nature. Then I think it is very simple in a way. Then everything is going more simple. Mm. And going more relaxed. And when everyone has more. Be more connected with nature, then would be the whole world a beautiful place. Yeah. I think that's the whole direction where we had to go. Mm. That you be more aware of nature and that you're part of nature. And that you have to cooperate with nature instead of jump everywhere and think that you can do everything what you want. No, you have to cooperate. We zijn gewoon onderdeel van de natuur. We zijn gewoon maar één van die 6000 soorten zoogdieren die hier op aarde rondloopt. En in mijn ogen zijn we niet meer of minder. Dat denken we vaak wel, maar alles heeft een recht van leven. En heeft vaak ook nog een nut. Maar zelfs als het geen nut zou hebben, dan vind ik dat alle soorten eigenlijk zouden moeten bestaan. Omdat ja, ze zijn zo mooi om naar te kijken en om te zien hoe ze leven en hoe ze anders leven dan de mensen. Daar kunnen we heel veel van leren. En in ieder geval van genieten. Je pull one stone out of a brick, yeah. and another stone. In the end, unexpectedly, the wall falls down. Yeah, yeah. So when you okay. pick out some animals, insects, yeah. and you think, but it doesn't matter, because we have insects, a lot of insects, yeah. but we don't understand everything, how it's connected to each other. And when you look very close to it, then there is always a relationship. Every living species on Earth has its own reason of existence. Mm. And we think we know everything, but we know only a little. Even the scientists only know a little. Yeah. How complicated and how close it is together and connected to together. So we should be very careful with our nature. There is no animal which spoils his food or makes this place living dirty, because they know that it's not wise to do. Yeah. And look at the humans, there are a lot of humans who spoil,
leave a lot of dirt on the earth. And I think a lot of animals are a good example how we should live. A real connection with bees and insects, all insects. And yeah, there was years ago, I think, and I heard on the radio that it was very bad with the bees and they're dying and so on. And I thought, oh, when I can do a little tiny smart part that I can help, then I want to do it. And then I start to work with bees. You have to be sensible and you have to react on the mood of the bees. And they react also on my feelings. So when I'm stressed or upset and I want to go to the bees, it's not working. Mm. Then they bite me everywhere. Yeah, I had it sometimes. Ja, het is een van de prachtige, regelmatige vorm die steeds terugkomt. Een patroon. En in een bijenkorf zijn allemaal zes kantjes. En dat is heel normaal in de natuur. Er zijn heel veel vormen, zoals de vorm van een bloem. Deze vorm, deze stervorm, komt heel veel voor. Heel veel, dit is eigenlijk ook zo'n stervorm. En dit is ook zo'n stervorm, maar ze zijn allemaal verschillend. En dit is wat de natuur doet. Weer maar heel veel diversiteit maken. En elk bloemblaadje is anders. Dus het is een beetje een imitatie van de natuur. Een bio-imitatie.
deze kant is onder. Nee. Deze kant is onder. Ja. En de kant is rond. Ja. Zo goed, niet? Ja. Die moet niet te veel oog hebben, want dan anders is het moeilijk om te hakken. Ja, wat jij inderdaad. Deze die andere kant hakken. Nee, aan de kant rond. Oh ja. Maar deze plek wel goed. Kan ook die in deze. Ja. Je moet wel zien. Zo is het een beetje weg. Wat is met mij bezig? Hij zit. Komt dat er zo onder, hè? Ja. Beter? Is goed, hè, nu? Ja. Ja, hij is goed. Over de eerbied van Ida Gerhard. Gij moet het eenzaam laten, het zaad dat ligt te slapen en dat al kiem gaat maken. Dit eerstelings bewegen van leven binnenleven vermijdt het te genaken. Laat het stil in zijn waarde, zaad in de donkere aarde. Zaad in de donkere aarde. En het zal groen ontwaken. Yeah. It is really precious. Hè? This is something so beautiful. Because inside the whole plant is inside. So it, normally when I start, I give some thanks for the seeds. Thanks for make a connection with the plant inside and ask for help that they grow beautiful and give us some food. I know here at Aardewerk de Stegge, all the fresh fruits and vegetables come from the garden, and the garden is being taken care of very well, and that means that the people working here take care of the soil, and the soil is full of nutrients, is full of life, and because the soil is full of life, also the food is full of life. You're being fed by your consciousness, and that is the way you think, the way you look at the world, the thoughts you have about things that are happening in the world, and that is also what feeds you. So the Buddha perspective says it is as important to look at all the other elements as it is to look at food, because you can eat very healthy food, but if you have very toxic thoughts, the healthy food will not help you to stay healthy. It's actually seeing your body as a wonder, as an amazing thing, I don't know thing, but as something amazing that's really able to heal itself, to stay healthy. Whenever we got attacked by organisms that make us sick, the body knows how to heal itself. Isn't that wonderful? We hebben samengewerkt aan duurzaamheidsprojecten. Oké. En ik denk dat het heel goed is dat hij het zo doet, want daarmee blijft er zoveel materiaal bewaard en de kennis bewaard. The bread needs the grains, it needs the water, it needs your attention as a cook. It needs time to be in the oven. And all of that creates the bread. Before you get it on your plate, and before you can enjoy it, maybe with friends, with family, break the bread, have a very good, healthy bread, and eat it. But before that happens, so many steps are being taken. The farmer is involved. The grocery maybe is involved. There's transportation involved. Then the bakery was involved, and then finally you are involved because you eat it, you digest it, and then the body takes the good nutrients out of it. So also that means that you cannot be neglectant of a single
piece of bread, because also creating that is kind of a miracle in a sense. Also, that's why it's so important to, when you eat, to eat mindful. Mm-hmm. Because during the eating, you can also think these things of gratitude to everybody and everything involved in creating that food. And it will be also beneficial for the digestion of your food. Because when you have happy thoughts and you eat the food, then the food lands in a happy way in your body. And that is also very positive to take out the good nutrients. I think healthy food development is an intrinsically personal process. It works different for everybody. So it should not be something like you force yourself to only eat healthy food, because that doesn't work. When you long for healthy food and you eat it more and more and gradually build it up, that's a good way to do it, because then it will be much longer term. Ja, precies. Hartstikke idee. Daar dat kat maar voor nou. Nee, ze zit nu in het veld. Het is echt zo leuk. Dus met heel veel wilde planten. Eigenlijk is een wilde plant is eigenlijk al meteen een soort apothekerskastje. Een soort idee was meer op een, ja, het klinkt een beetje raar, maar op een meer wat intellectueler vlak. Zo van hoe groeien dingen, hoe werkt het, hoe gaat het? En eigenlijk toen ik hier was, werd het veel meer dan dat. En ook, moet ik zeggen, Edith heeft daar heel erg aan bijgedragen om ook na te denken over dingen. Maar hoe voelt je lichaam en wat voel je en wat is... Daarvan ik zit heel erg in mijn hoofd. En ik heb hier ook geleerd om veel meer... Ik was dat niet heel erg gewend om dat op die manier zo te kunnen doen. En dat is voor mij een heel waardevolle ervaring geweest. Om dat, de zorgen daarover los te laten. En dat gewoon te doen in een soort van kleine gemeenschap. Waar je echt... ik heb me verbonden gevoeld met echt de mensen en ook de aarde hier. En ik voel me ook, nu ik hier weer terugkom, voel ik me heel erg thuis. Er is een zaadje geplant en dat is bezig. Yeah, I'm really optimistic because I see a lot of changes. I see a lot of changing in especially in young people. And I like it because the young people get more sensitive, more and more and more. And they can't be in this old system anymore, but I think that's perfect in a way, because they show us it is not working anymore. So the whole old system has to break down, and I can see that young people, the people I met, young people are so wise. Very wise. They were so young and they're so wise. And it's not only wise because they're intelligent, but the wisdom is more inside. Ik ben heel blij dat we nu zijn waar we nu zijn. En ik vind het heel jammer dat Jan Willem er niet ook van kan genieten. Of misschien doet hij dat wel. Maar het is ontzettend fijn om te zien dat wat je doet, dat het zoveel resultaat heeft. En ja, dat is dankzij de natuur en dankzij alle vrijwilligers die hier hebben meegewerkt, alle woefers. Ja, hoe mooi is het om 15 jaar aan zoiets te werken en dan te zien hoe mooi het wordt. Elk jaar wordt het mooier en elk jaar wordt het rijker. En zijn er weer nieuwe soorten, zijn er weer nieuwe vogels die we nog nooit gezien hebben.
dat gaat maar door. En dat is zo, zo mooi om te... om mee te kunnen werken eraan en om andere mensen te inspireren om, ja, om ook zoiets te gaan doen. Dat is gewoon heel fijn. Ja. Dat geeft een levensvervulling. Ja. Dus ik ga er nog graag mee. Ja, the old system is not working anymore. That you want to work in a factory and do things that you really get, you're really unhappy, huh? Mm. That's not what your soul wants, to be unhappy and only work for your money. You don't need so much money, and maybe what's happening, I don't know, but maybe it's not necessary anymore. Yeah, anyway, you need other people also. Everyone has like diversity, like permaculture. Everybody has his own or her own qualities. Mm. So you don't have to be the same. Huh? If you're not fit in that way because it is not what you're not your quality, why you want to force to push it in that direction? Mm. Huh? Because you need some money. But if you can. You can, I don't know how you say it, but if everyone can have his own qualities and use that for everyone, that is beautiful. Mm. Then you have a diversity of all people and you can make it stronger. Then you're really strong together. Mm.